Rijtje gezet, tijd voor prijsschieten nu. De Sende en Vrede mee. Achterin is Ooyer, die komt daarin lopen. En die mist de kans op een HNA. De vrije trap van Erik van der Leur. Daar komt Ooyer. Dominique van der Leur schreeuwde en krijgt hem. Dan is daar ruimte bij Sende. Die eigenlijk zonder directe tegenspeler speelt, want de twee spitsen die komen eigenlijk nauwelijks aan die linkerkant voor. En daar is het binnenlopen, de 1-0 naar de voorzet van Ger Sende door Peter van Hout. Sende met de voorzet, die omdat hij geen directe tegenspeler heeft, dus lekker mee kan opstomen. Roda op 0-1, 15e minuut wedstrijd. Aardige beweging van Hout. Torma mee, Laval komt, Dominique komt. Dit is Torma. Maar de tweede paal staat Laval en die krijgt hem er niet in. Waarschijnlijk ook omdat Torma schoot in plaats van paaste naar de tweede paal toe. Torma. Dat wint hij van de keeper. Torma, dat wint hij van de keeper. En dit is 2-0. Schiet het er dan in? Ja. Gabor Torma, de Hongaar. En ik al mijn Israëlische collega's maar uitleggen. Ja, oh, dat is een goede ploeg, alleen ze scoren zo moeilijk. We zijn 24 minuten onderweg en ze hebben er al 2 in liggen. Dit is de 2-0 van Torma. Ja, ze kunnen best wel aardig voetballen. Maar ze moeten het niet overdrijven, zoals Zagarov doet. Laval. Scherp bij de eerste paal. Oh, mooi gedaan. Het gaat zo makkelijk. Als echt nooit tevoren bij Roda. 3 goals in iets meer dan een half uur tijd. 31e minuut van Hout met zijn tweede van deze wedstrijd. De Israëli's komen niet aan voetbal toe. Roda altijd een stapje of wat eerder bij de bal. Van Haren. Leg hem daar maar neer. Helemaal vrij. Torma. 4-0 in de 34e minuut. En er staan een paar blauwe hemden in die 16 meter. Alleen nooit op de plek waar ze moeten staan. En u hoort het gefluit. En de technische leiding wordt er bij de fans in ieder geval niet populair erop. Prachtig. Die bal mooi ingekopt ook. 4-0. Twee keer Van Hout. Twee keer Torma. Vriendschappelijke wedstrijd. Dit is aardig. Benayoun. Damjanac. En die pakt hem. En dan lijkt alles in één keer vergeven en vergeten. Dat is de gele kaart voor Damjanac. De eerste kaart in deze wedstrijd overigens. In de 62e minuut. Wat gebeurt er? Ja, Benayoun gaat ook wel lekker makkelijk liggen. Natuurlijk ging Damjanac daar naartoe. Je kunt je afvragen of hij hem echt geraakt heeft. Dus heeft Jossi het weer aardig gedaan. Jossi kan trouwens zelf ook een redelijke strafschop nemen. In de voorronde scoorde hij tegen Vilnius vanaf 11 meter. En voordat we de strafschop gaan krijgen, is nog een blessurebehandeling aan Roda kant. Ger Sende. En raakt hij hem of niet? Nee, natuurlijk niet. Maar dat hebben we de laatste tijd veel gezien. Keeper en speler komen ongeveer gelijktijdig bij de bal. Natuurlijk gaat zo'n keeper voor de bal, moet hij naar de grond. En daar kan de speler aardig gebruik van maken om daar overheen te vallen. Het levert in veel gevallen een strafschop op. Bijvoorbeeld PSV tegen Feyenoord. En nu dus voor Hapoel Beersheva via Yossi Benayoun. Damjanac, kansloos.
1-4. Iets om ongerust over te worden. Nee. Goed ingeschoten door Benayoun. Kamianac naar de verkeerde kant.